In deze video gaan we Python gebruiken om een spelletje te spelen. Het spelletje gaat als volgt. We creëren een random getal tussen 0 en 100 en we vragen de gebruiker om dat getal te raden. Is het getal te groot dat hij invult? Dan zeggen we te groot. Is het te klein? Dan zeggen we te klein. En is het gelijk aan het random getal? Dan vertellen we dat hij succes heeft en we vertellen ook hem of haar hoe vaak hij het geprobeerd heeft. Dus eerst moeten we een random getal vinden. Nou, daar hebben we de module random voor nodig. Input random. En dan gaan we een random getal. Rand number, dat is een random getal. Is, en dan pak je de module random en de functie randint. En dan vertel je dat je een getal kan hebben tussen 0 en 100. En de grenzen zitten erbij. Dus het is een getal dat zowel 0 kan zijn als een ander moment 100 en alles ertussenin. Goed, nou, dan moeten wij de gebruiker herhaaldelijk vragen om een input. En dat doen we met een while loop. While true. Dat is een while loop die altijd blijft lopen. Behalve als we straks in de body een break zetten. Dan gaan we er toch uit. Maar we gaan steeds maar de gebruiker vragen om een nummer in te vullen. Geef een getal op. Getal op. Zo. En laten we ook nog een spatie zo. Dan wordt het een beetje netter. En dan, ja. En dan moeten we dat, hè, dat getal, wat dan terugkomt. Ja, we vragen om een getal, maar van een console komt altijd een string af. En we willen dit opvangen als een getal. Dus ik zal dan zeggen number. Hè, en dan is, en dan doe ik hier een conversie. Dan zeg ik, oké, maak er maar een int van. Want ik weet dat de gebruiker, als het goed is, een int heeft ingevuld. En zo kan ik hem dus converteren. Dus dan heb ik dus een geheel getal wat ik terugkrijg. En ik ga ook een aantal pogingen bijhouden. Dus ik doe even attempts. Attempts is, dan begin ik bij 0. Hè, nog geen attempt. En op het moment dat ik dan vraag om een nummer, dan heb ik dus ook een attempt gedaan. En dat verhoog ik dan met 1. Hè. Dus de korte notatie om attempt met 1 te verhogen. Ja, en dan moet ik gaan controleren. Dus zeg ik if number is kleiner dan rand number. Als het gekozen nummer of het random nummer. En dan zeg ik te klein. Dus ik print te klein aan de gebruiker. Dus dan weet hij of zij dat het te klein is. Te klein. Ja. En anders, hè, elif nummer is groter dan het random nummer, dan zeg ik te groot. Print te groot. Ja, en als dat alle twee niet het geval is, dan moet die wel gelijk zijn. Dan krijg ik dus de L-stak. En dan ga ik printen, hè, succes. Ja, en dan zeg ik ten overvloede nog een keer wat het nummer is. Het nummer is, en dat zet ik dan hier neer. En dat is dus dat, nou, ik kan of nummer nemen of random nummer, want ze zijn nu toch gelijk. En het aantal pogingen, ga ik ook vertellen. Aantal pogingen is, ja, en dan komt hier het aantal pogingen te staan. Attempts. Zo, hè? Dat kan in een print statement, kun je allerlei dingen combineren. Stringetjes, maar ook objecten, zoals we dat noemen. En dit is dan voldoende, alleen moet ik wel zorgen dat als ik klaar ben, dat ik ook uit de while loop spring. Dan moet ik dus een break doen. En dus dan spring ik uit de while loop en dan om helemaal netjes te zijn, zeg ik aan het eind nog een keertje print. Bedankt. Bedankt. Dat had ik ook zonder print kunnen doen, maar prima zo. Oké, dus dit moet het worden. Nou, de random had ik al laten draaien. Laat ik het nog een keer doen voor de zekerheid. En dan draai ik deze, dit stukje. En laten we eens kijken wat er gebeurt. Ja, geef een getal op. Nou, dan begin ik heel slim bij 50. Ah, je ziet, ik heb een tikfout gemaakt. Het moet niet zijn attempt, het moet zijn attempts. Nou, dan doen we het nog een keer. Ja, gaan we nog een keer proberen. Zie je dat? Hè? Kan ik weer opgeven? 50. Te klein. En dan doe ik 75. Ook te klein. Nou, dan ga ik ongeveer op 87 zitten. Zegt hij te groot? Nou, laat ik dan op de helft gaan zitten. Laat ik dan op 80 gaan zitten. Ook te groot. Nou, dan begint het interessant te worden. Dan kan ik op 77 gaan zitten. Ook te groot. En dan ga ik op 76 zitten. En dan zegt hij succes. Het nummer is 76. Het aantal pogingen is 6. Bedankt. Dus zo kun je heel eenvoudig met Python een spelletje maken.